Je bent de begeleider van deze groep mensen die hier in de tuintjes werken. Hoe is dat idee om die tuinen hier te gaan bewerken? Hoe is dat ontstaan? Nou, in de winter kwam Danny eigenlijk al met het idee van, kunnen we niet iets buiten gaan doen? En ik heb wel meerdere projecten gehad met moestuintjes. En ja, zo zijn we hier terechtgekomen. En door de crisis kunnen we hier natuurlijk helemaal uit de voeten. Ja, want wat doen jullie zoal hier? Nou, zoals je ziet, het ziet er nou netjes uit. Maar toen we hier kwamen was het in een groot grasveld. Daar hebben de jongens allemaal omgespit. We zijn nu aan het zaaien. En we hopen ook te oogsten. Ja, want wat verbouwen jullie zoal hier? Alles. Tomaat, sla, radijs, rucola. Ja, alles. En de jongens die vinden dat fijn om hier te werken? Ja, vraag de jongens. Ze vinden het heerlijk hier in de buitenlucht. Ik werk hier met 3-4 man. Hartstikke mooi. Onze vriend is Danny. Die staat daar. Vind ik hartstikke mooi. En we maken alles netjes. En we zijn allemaal goede vrienden. Bevalt goed. Goede collega's. Johan, Geert, Freddy, Chris. Ja. Allemaal samen. Elke dag in de tuin. Ja. Ja. En samen maken jullie er wat moois van. Ja. En ik heb het begrepen dat het een beetje jouw idee was. Heb je altijd in tuintjes gewerkt? Ja, ik heb eerst gewerkt bij Landschap Overijssel. Wim, hoe is het om buurman hier te zijn van de tuinders? Nou, ik denk dat ze buurman van mij zijn, omdat ik hier al heel lang ben natuurlijk. Maar ik vind het heel geweldig. Normaal wil het dan wel eens voorkomen dat je enorme woestenijen hebt. Wegen ziekte of gebrek, dan kunnen ze niet meer komen. Maar deze kwamen hier, het was ook een behoorlijke woestenij. En in 2 dagen was het onherkenbaar. Prachtig, schitterend. En daarom ben ik blij dat ze er zijn. En ik kan er goed mee overweg. Hoe lang heb u al een tuin hier? Nou, dat zal tegen de 20 jaar aanlopen. Maar in principe heb ik het al vanaf mijn geboorte een tuin. Ja, want op deze manier kunnen jullie toch de begeleiding geven die ze nodig hebben, ja, hè? Ja, inderdaad. En ze zijn lekker buiten. En we kunnen ze begeleiden hier. En hoeveel dagen in de week zijn jullie hier? Het zijn 4 dagen in de week. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.